culinaire vrienden van Nederland, wat hebben we ditmaal in de promo? Jawel, het wordt een platvis. Ja, zoals je allemaal weet, er zijn genoeg platvissen, zoals de tong, de tarbot, ja, en hier natuurlijk de hele grote jongen, de heilbot. Maar waar staan we specifiek ditmaal bij stil? Jawel, een griet. En er zwemmen heel wat mooie grietjes heen in onze Nederlandse wateren. Maar waar moet je dan op letten? Wil je hoogstaande kwaliteit hebben? Nou, je moet gewoon kijken of de kieuwen mooi rood zijn, de ogen mooi bol en of de huid mooi is. Echt uit onze Nederlandse wateren is de huid vaak ietsjes bruiniger, lichter. Komen ze uit de noordelijke wateren, zeg maar, richting Noorwegen, dan is de kleur vaak wat donkerder. Waar moet je ook op letten? Altijd aan de witte zijde zit hier veel bloeduitstorting in. Dat betekent dat eigenlijk heel veel bloed in het visvlees zit. Dus zorgt er ook voor dat de griet sneller bederft. En dat is natuurlijk nadelig voor je culinaire uitspattingen. Maar ja, wanneer is een grietje nou optimaal? Wanneer is hij nou het mooist? Het is natuurlijk allemaal seizoengebonden. De beste periode om zo'n grietje te bemachtigen is eigenlijk vanaf juni tot en met eind februari, maximaal. Dan is de griet optimaal. Heeft hij ook het hoogste rendement. Daarna krijg je veel kuit in de vis. En hoe meer kuit erin zit, des te slechter jouw rendement uiteindelijk wordt. Bovendien, zeg maar, vis die zwanger is, is vaak wat dunner, wat glaziger, smaakt ook gewoon minder. Ik zou zeggen, de komende weken griet in de promo. Doe je best en maak er een culinaire uitspatting van.